gaat het toch wel moeten doen. Het is eerder de Spanjaard hier, Butterfield, die als guard kan spelen, vind ik. Hem direct shotje, direct switch. Wat, die gaat pick and roll switch daar in defense, McLean nu. Ah, goede handen van Kevan, maar krijgt die bal er wel nog in. Maar wel, rebound. Ah, goede tik daar van Jean-Marc Mena was het. Royce, hem. Oh, sterk hoor, inside, zeer sterk afgewerkt. Eerste kloof van 6 punten, is nu al 4. Een kloof kun je dat nog niet echt noemen, want het is toch een kloofje. Butterfield met 3 punten. Voilà, 10-9 zo, van 6 naar 1. Oh, Jean-Marc durfde niet aanleggen. Jammer. Bradford, gaat hij het wel doen? Ja hoor, step back 3, in de face van Nick McLean. Als dat erin is, is dat een goede shot, maar nu vond ik het misschien een beetje overhaast. 1 tegen 4 was het. Jean-Marc Mouema, 3 punter. Jean-Marc Mouema, 3 punter. Ah, ja, goede truc van Pritzel, goede druk, switchen op de einde. Ja, dat is gewoon Jean-Marc Mouema, mensen. Het is dezelfde 5 die er opkomen langs de Antwerpse kant. Oeh, hier direct turnover opnieuw van Josiet. En die is erin. Oeh, die struikelt eigenlijk nog bijna. Is daar de switch in defense tegenover Karazi, 5 seconden nog. Ah, dat lukt hem niet echt. Het is Mema die van ver mag gaan shotten, maar die... Dat is gewoon Jean-Marc Mema. Daar de 3 punten zo voor hem. Ja, bal moest naar Dienstke gaan. Robbie Rogiers, maar... ja, Leuven Bears pakken de steen en smijten hem gewoon terug weg. In het begin van het jaar starten die zo. Waren al wel oefenwedstrijden en voor de beker ook tegen mindere ploegen, maar Belfield hier met het antwoord. Nou, Pritzel. Anderson, oh, helemaal open naar die screens. Maar ja, knalt hem er ook in. Josh Heat claimt daar voor offensive screen van... offensive screen, moving screen, offensive. Trekt zijn shot. Maar wel opnieuw offensieve rebound. Butterfield, heel snel de 3 punten. Knalt hij gewoon binnen. Ja, vindt daar Robbie Rogiers inside. Despalier met de 3 punten. Simpel Despalier. Maar dat moet hem deugd doen. Krijgt sinds dat hij in Antwerpen is niet al te veel kansen. En hier heb je dan die hoge druk. Butterfield. Ik dacht dat hij opnieuw ging aanleggen, maar vindt daar Upshaw. Hand in the face, maar gewoon. Losjes. Ah, veel 3 punten al deze wedstrijd. Langs beide kanten. Uit de vorige keer ook nog 5 of 26 tegen Limburg United. Hem. Oeh, stevige duur. Plus de fout van Karanzi. En dat is heel sterk afgewerkt inside. Via Thijs de Ridder. Die gaat zelf iets mogen forceren tegen Fulkersen. 4 seconden nog voor hem. Ja, die doet dat niet slecht. Oeh, ja, krijgt daar gewoon die bal erin hoor. Doet daar opnieuw die fout. Bij Kortrijk. Maar die gaan volgend jaar... Eerst klas spelen. Ah. Ja, het Seppe Despalier pakt daar ja, opnieuw goede handen. Ja, mismatch inside zoeken. Nick McLean tegen Anderson heeft er daar 2 op zich. Maar Baron Pritzel staat er... Oh. Wat, oh. Ja, wat doet hij, hoor ik hier achter mij. En ja, Thijs de Ridder assist Bradford. Pick and roll met Robbie Rogiers. Wordt daar inside gevonden nu Rogiers. En ja, die heeft meer body of meer lengte vooral dan... Ook hier pick and roll. Ja, opnieuw niet gecalled. De screen. Dat is de tweede keer al van Karazi. En dan goede N1 play. En Bradford opnieuw. Maar vindt daar ook hier zo heel erg simpel. Misschien een time-out pakken, coach Kasteels. Geeft er nog geen enkel gepakt. Van Ellen, Fulkerson en Karazi ook dezelfde 5 langs de kant. En zien welke play coach Keling getekend heeft. Butterfield wide open. En voilà, goede play. Open 3. En vindt daar niemand, behalve Thijs de Ridder. Ja, je zag het zo gebeuren. Oh, Bradford, mooi hoor. En de slam. Oeh, wordt zo hard doorgetrokken. Switch daar in defense. 8 seconden nog. Bradford. Thijs de Ridder nu. Gaat hij het zelf nog doen? Oh, doet hij gewoon goed. Thijs de Ridder. Finish daar sterk. Goed voor zijn 10e punt. Maar Bradford, die wil die bal inside. Oeh, oeh, en one. Hem. Fake en shot. Ah, wel te kort, maar opnieuw die rebound. Thijs de Ridder. Sterk hoor. Pluk daar gewoon. Geen fouten maken wel niet. Ja, die vindt daar gewoon nog hem.